Eugène Breinaert is 87. Hij heeft een auto en een garage. Alleen de combinatie van die twee is een beetje krap. Mijn auto die is 1,49 meter. En mijn garage daar is 1,55 meter. Dat doet hem 6 centimeter. Zie. En door heb ik dan de moes aangedaan. Tegen dat ik moest tegenrijden. Dat doet, dat ben ik kwijt tegen de moes. Moet tegen de moes wat ik tegenrijden. Dat mag geen schroeven. Nee. Ik ga nog binnenrijden. Nee. Eugène moet zowat de handigste chauffeur van Vlaanderen zijn. Het is letterlijk rijden tot op de millimeter. En zelfs als de auto binnen staat, moet hij er nog altijd uit geraken. Voilà, ik doe mijn deurje open. Zie. En dan moet ik mijn deurje van mijn auto open doen, want anders kan ik het niet uitstappen. Nee. Voilà, en zien dat ik een blutje maak. Auto kan stilleggen, uitstappen. De wagen vooruit even, dat de deur van de auto toe kan. Hé. Want anders kan ik de deur van de keuken niet toe doen. Voilà, de deur van de auto is toe. Nou, deze deur kan toe doen. En de zeteltjes daarvoor zitten. Heb je nooit gedroomd van een grotere auto? Nee, meneer. De grote auto's verbruiken te veel benzine, meneer. En meteen met 4, 5 liter, rijd ik naar Oostende, meneer, op Blankenberg. Daarom heb ik altijd een klein auto genomen. En vind hem kunnen binnen zitten, hoor.